meneer de Keersmaker, goedenavond. Het project Heroes of Voetbal, het is een campagne. Is het vandaag nog nodig en waarom? Ja, ik vrees dat het vandaag nog nodig is. Ik denk dat in Vlaanderen, in België, iedereen voor zijn geaardheid kan uitkomen zonder enig probleem. Maar dat is toch iets moeilijker in het voetbal. En dan spreek ik niet alleen over de spelers, maar ook als referee, als coach. Zelfs bij de supporters is dat toch wel moeilijk. En ik vind dat erg. Ik vind dat zeer erg. Ik vind dat op dat punt er absoluut geen discriminatie kan komen. Wanneer mensen hun geaardheid uiten, dat zij daar ook respect moeten voor krijgen. En dat zij, zoals iedereen, zich moeten kunnen ontwikkelen. Dus wij vinden met de voetbalbond dat dat wel nodig is. En daarvoor hebben we deze actie onder meer op touw gezet. Ja, we spreken hier nu wel over de voetbalbond. Maar denkt u dat die problematiek binnen het voetbal groter is dan in andere sporttakken? Of? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat daar tot op heden zeer weinig onderzoek over gedaan is. Het is opmerkelijk in het voetbal, hè. Dus zowel op professioneel vlak kun je niet zeggen dat in de Belgische eerste klasse zich iemand geuit heeft of wat dan ook. In het buitenland is dat ook zeer raar of zelden. Ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen de ploegsporten en de individuele sporten. Ik denk in de individuele sporten dat dat makkelijker is, maar in ploegsporten is dat zeer moeilijk. En als mensen zich dan toch geroepen voelen van zich te uiten, is dat meestal na hun carrière en niet terwijl dat zij volop in de carrière zitten. Ja. Nu, de Koninklijke Voetbalbond is een van de 7 partners van dit project. Is de bedoeling dat op termijn er meer Europese landen of voetbalbonden zich gaan aansluiten? Ja, dat is zeker het geval. Dus wij zijn dit project gestart samen met UEFA, die dat daar enorm achter staat. Maar ook samen met de Nederlandse Voetbalbond. Je hebt trouwens diegene dat het konden zien, maar ik vrees dat je dan helemaal van voor moest staan. Dus Michael van Praag gezien, die dat wat uitleg gegeven heeft. We hebben al een klein symposium gehouden en dat was voor onze vriendschappelijke wedstrijd tegen Nederland in Nederland begin november. En daar waren op dat ogenblik wel een tiental Europese landen aanwezig. Met de Engelse landen, met Engeland, met Spanje, met ook Luxemburg. Dus het is echt wel de bedoeling van daar als voorbeeld te gelden. En dus een aantal Europese landen mee achter dat project te scharen. Ja. Wat zal de Koninklijke Voetbalbond zelf doen met de tools die in dit project ontwikkeld zijn, ja, in eigen land? Het voornaamste is in feite, en ik roep in feite, hè, want dat is een zeer persoonlijk iets. Ik zeg niet tegen de mensen dat zij zich moeten outen. Hè. Dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Maar ik vind, wanneer dat iemand zegt dat hij Olibi is, dat op dat moment hij niet mag gediscrimineerd worden en dat hij moet kunnen voetbal spelen of moet kunnen supporteren of moet kunnen scheidsrechteren of moet kunnen coachen. Zoals iedereen anders. Dus, en dat is wel belangrijk. Dus we gaan nu een aantal workshops organiseren in het professioneel voetbal en bij bepaalde professionele clubs, maar ook in het amateurvoetbal, waarbij wij mensen zullen leren omgaan met die problematiek, waar dat wij een aantal good practices zullen naar voren brengen en waar dat wij bij mensen dus de problematiek zullen duiden, maar ook hun tussen aanhalingstekens zullen leren hoe dat ze daar moeten mee omgaan. Ik vind u dat een heel mooie uitleg. We willen u namens onze organisatie enorm danken voor de inzet vanuit deze voetbalbond. En ik vind dat echt wel een applausje verdient, want we hebben hier lang aan gewerkt om ook binnen het voetbal, binnen de sport, dit project naar voren te brengen. Dat is wat ik eerst maar bedankt voor uw aanwezigheid. Ik mag hier ook even blijven staan.